welkom bij deze nieuwe video. Ik zit even op een andere plek dan vorige keer, maar ik heb... Nee, dat is een tekening en die heb ik nu gerold, maar dat maakt niet uit. Ik zit normaal aan de andere kant, maar nu... Ik heb een klein lampje niet, wat ik altijd aanzet, dus verder veel licht. Maar, ik wou een paasvideo maken en het leek me wel heel leuk om wat heel leuks te doen. Dus wij gaan... Oké, zet de video nu op pauze en ga naar een andere video van mij. Reageer even wat we aan het doen, wat ik ga maken. Dan zeg ik het binnen 3, 2, 1. We gaan Happy Stones maken. En we gaan niet zomaar Happy Stones maken, we gaan Happy Stones maken voor Pasen. Dus ik wil een paasei maken en een paasmandje. Wij hebben speciale waterstiften, acrylstiften. Ik kan ook gewoon mijn postkaart pakken, maar daar heb ik, wij hebben mijn achterpostkaart. 424 kleurtjes, dus dat doe ik liever. Kijk, pastel en we hebben donker en er zit aan één kant stift. Dus dat is wel heel veel. En dan komt er binnenkort weer een andere paasvideo. En ik ga jullie natuurlijk ook meenemen om ze te verstoppen. Je kan beginnen met een lichte schets, maar daarvoor is een wit gekleurd makkelijker om te gebruiken. Even kijken of ik die kan vinden. Ik zie hier geen wit potlood, maar wel een licht grijs potlood. Dan kan je een lichte schets maken hierop. En ik denk dat ik eerst het ei even ga schetsen. Tot zo, want ik ga het allemaal rare vormpjes en zo doen. En ik ga wel een beetje lucht overlaten. Dus tot zo. Oké, ik heb een hele lelijke schets. Dan ga ik de achtergrond lichtblauw kleuren. En daaronder denk ik lichtgroen. En daarvoor gebruik ik... Oh, dit is donkerblauw, dit is lichtblauw. Dan denk ik dat ik de pastelkleurtjes ga gebruiken. Dat vind ik wel heel mooi. Nou, tot zo. Het is gelukt, maar deze verfstift moet je altijd even laten drogen. Want verf moet je normaal ook altijd laten drogen. Maar ik denk het wel met... geel en ik ga even wat leuke lila kleurtjes pakken die ik ga gebruiken in het ei om in te kleuren. Ik denk dat het deze worden. Ik vind het zo schattig eruit zien. Ik denk dat ik wel alvast ga omlijnen met wit en dat ik het daarna in ga kleuren. Lichtgrijs. Tot zo. Ik heb het omlijnd. Ja, voor jullie heb ik het niet gevonden, maar kijk. Dit wordt hem. Ik vind het echt heel schattig. En ik denk dat ik met oranje stipjes een beetje kan inkleuren. Met lila oranje. Heel licht oranje. Oh, ik vind het echt leuk. En dan hebben we ook nog licht roze. Die ga ik in. Oh, ik ben uitgesloten. En wat deze stiften vind ik chiller. Dan met de potkaas, want potkaas is echt heel dik. Dit is meteen al verf, dus niet dat je het nog heel hard moet stampen, dat er een dikke kleur eruit komt. En dit is dus fijn, vind ik het fijner dan potka. En ik heb het gehad bij de Action, of als je het ook wil kopen of zo, weet ik veel. Zo, en dan nog geel. Het geel past natuurlijk zeker wel bij Pasen. En uikertjes geel natuurlijk. En ik ga ze ook meteen met jullie verstoppen. Ik vind dat ik jullie daarvoor wel mee moet nemen naar buiten. Oeh, kijk hoe schattig. Ja, dan zit ik op beeld gedacht. Dit is hem. Ik vind hem zo schattig. Ik denk dat iemand hier heel blij mee gaat zijn. Die laat ik eerst even drogen. En daarna, dat pak ik alvast. Dan moet je er met vernis overheen. En daarvoor heb ik ook vast mee genomen. En een loodje. Kijk, dit gewoon zo voor je verf op te doen. Vast. Dit heb ik genomen, die vind ik wel fijn. Kijk, je hebt Holland Varnis. Nee, acrylvarnis ga ik er overheen doen. Dan krijgt het een glanslaagje. Want dat is wat anders. Oeh, dat is wat laadje. Dat is nog niet zo laadje. Oeh, die duw ik tegen de muur aan. Daarom kraakt hij zo. Het klonk echt als scheet. Maar als het droog is, dan kan ik er met vernis overheen. En schrijf je aan de achterkant nog een... Dan ga ik zo goed in beeld.
betere mist. En dan doe ik er nog een vernislaagje overheen. Dan glanst het mooi. Want anders als er water overheen komt, dan spoelt alles weg. En dan heb je geen leuke steen meer. En hier wil ik een leuk mandje op gaan maken. Het lijkt op een mandje. Ik heb een echte hartje steen gevonden. Maar als ik met, ik wil met lichtbruin een klein rieten mandje maken. Een klein mandje. Allemaal eitjes erin. En dat denk ik dat wel leuk is. En allemaal kleine eitjes erin. Zo, kijk, een rietenmandje. En daar doen we dan nog allemaal leuke roze eitjes in. Een roze eitje. Een oranje eitje. Eitje, roze eitje. Anders verzilver. Nog eitje bij. Een paars eitje. Geel eitje. En deze eitje. Kijk, je zit hier helemaal vol met allemaal leuke kleurtjes. En aan de achtergrond nog geel. Nee, nog wat groen gras. De stenen helemaal versierd. En dan doe dat vind ik. Ik vind het echt leuk om mijn happy stones te maken. Ik heb daar straks een uurtje geleden heb ik happy stones gestopt. En het grootste deel was al gevonden binnen een uurtje, maar dan komt er nog een beetje buiten het spelen, dus waarschijnlijk heeft hij ze allemaal gevonden, maar dat gaat niet uit. Want je kan ze ook, wat ik leuk vind, is als je ze opnieuw verstopt, omdat mensen dan, ja, dan kunnen andere mensen er ook weer blijven worden en dan vinden die hem ook weer. Ik ga nog met, dit, dat deed ik bij mijn andere eitje niet, maar ik ga nu wel met donkergroen allemaal lijntjes op. Oh, ik ben zo schattig. Misschien hou ik hem wel zelf. Nee. Ik vind deze ook schattig. Kijk, dit zijn ze geworden. Ik vind ze zo leuk. Ik vind deze het leukste. Ik ga deze nog een extra laagje met de mooie kleurtjes doen. Want het zie je niet zo goed. Vooral met het geel bij die, ja. Als ze dan droog zijn, dan kan je, doe ik er, ik laat ze even drogen. En dan pak ik deze erbij en dan schillen we even de vernis. Dat is niet super goed passen, maar dat maakt niet uit. Een beetje, een klein beetje. Een beetje veel vernis op. En dan doe je gewoon. Maar we moeten eerst. Pak ik nog even een normaal stiftje. Tekst achterop schrijven. Maar voor mij gaat die tekst telkens weg. Heel irritant. En met die acrylstift kan ik niet schrijven. Wacht, ik denk dat ik eerst de achterkant even een kleur zou gaan geven. En daarna kan ik de tekst op gaan schrijven. Ik heb overal een wit kleurtje op gedaan, maar dan moet je er ook nog een Facebook logo op maken, zodat mensen het op Facebook gaan delen. Omdat dit wat grover is, dat sneller droog. Dus daar ga ik nu een blauw vierkantje gewoon op maken. Super simpel. Echt erin, want op Facebook heb je een speciale Happy Stone pagina. Ja, het ziet er goed uit. Doek. 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 Doek.
een Facebook logo opmaken. Een stift. Een blauw vierkantje. Met een F'je erin. Zo, en dan ga ik even naar de gouden stift klappen. Maar net dat ik weet dat die plek aan de leek. Waarom zitten die stiften er niet goed in? Zo, mijn zusje zou ze er niet hebben. Maar oké. Ik pak er even een donkergroene. En dan schrijf ik erop Happy Pasen. In bijzondering van de vele meesterwerken voor Disneyfilm The Lion King, Circle of Life op 821. Stel maar voor legendarische rock dan uit Brugge met Ratsy Bell. Deel op te gaan naar Bell. Kijk, toch wel Happy Passion deel op. Met een belletje. En hier ook Happy Passion. Laptop, ontdek de woningverzekering van je zoon. Hij beseft dat een straffe woningverzekering voor een scherpe prijs bestaat. Kijk, Vic gooit zijn laptop. Hier ook geschreven en dan heb je twee hele leuke paaseitjes. Maar ik kan pas met de vernis erover. Ga ik even lekker doorroeren. De vernis is doorzichtig. Als je een dun laagje ervan doet, dan blijft het doorzichtig. Maar anders. Maar dus okay, dit gaat het weg. En het moet niet echt op de ring zo gelijk. Samen blijven we dan voor praten. Nee. Waar is het al gebeurd, maar. Er is nog niks van mij aan de hand. Oké, ik ga heel dun op die kwastje doen. Of in je kuur om de hoek. Neem jezelf een fitgevoel en maak van fitness jouw basis. Word nu lid voor 3 weken gratis en krijg een sport als cadeau. Je hebt nog 5 dagen. Het gaat nu al weg. Op basicfit.be. Kijk, het veegt helemaal uit. Groep in interieur. Maar geen idee wat te doen met je oude salon. Mijn meubelen Gova zorgen zeer goed voor de service en stal van voordelen. Mijn leren nieuwe salon en oude meubelen. Meubelen Gova. Dat tijdloos, kwaliteit, goede service en 12.000 vierkante meter uitwisseling. Ik heb ook op de manstuk met te leuk om dat te doen. Ik heb net ook toen ik paaseieren gemaakt heb ik er ook gewoon eentje. Die heb je zo gemaakt, heb ik er ook eentje gehouden. Nou, ik laat ze nog even drogen en dan gaan we ze verstoppen. Het is een groot probleempje. Ik heb het even helemaal uit laten zien. Vinden ze ook super leuk. Echt heel mooi. Maar we kunnen ze niet verstoppen. Dus. Hey, jullie zien het niet, maar het regent echt. Echt best hard. Maar ik zie het ook. Het eerste moment als ik hier ga staan, zie ik het ook niet. Als ik kijk naar de zie ik dat het best hard regent. Nou, er komt dus nog een korte short waar ik ze allebei ga verstoppen. Doeg!